Een ijzingwekkende schreeuw, gevuld met angst en een razende pijn. De echo ervan trilde voort en voort en voort. Berend, Beer! Dit is een fragment uit het wereldje van Beer Lichthart. Een met de gouden griffel bekroond boek van Jaap ter Haar, die zijn onderscheiding bij de aanvang van de kinderboekenweek in Rotterdam in ontvangst kwam nemen. Ter Haar vertelde dat hij zich bij het schrijven van een kinderboek ervan bewust is dat het op jonge mensen een diepe indruk kan achterlaten. Ja, als je een boek schrijft, dan realiseer je vaak dat de paar dingen die een mens in zijn leven nooit vergeet, dat zijn die paar hele mooie kinderboeken die hij in zijn jeugd heeft gelezen. Jaap ter Haar sprak deze woorden in het Rotterdamse stadhuis, waar een kinderboekenmarkt werd gehouden waarop ook vele ouderen kwamen kijken. Overal hadden de kinderen gelegenheid om boeken te pakken en ze te gaan lezen. Opvallend was daarbij de voorkeur voor de getekende stripverhalen. Op de vraag naar leesgewoonten liepen de antwoorden sterk uiteen. Nou, ik vind het leuk om te lezen. Je hebt niks te doen en dan ga je maar lezen. En dan, ja, en dan lees je zo'n boek uit zonder dat je het erg hebt. En als het spannend is, ja, dan kan ik niet stoppen en dan moet ik het uitlezen. Ik vind lezen is wel mijn fijnste hobby en zo. Dat vind ik wel het fijnste lezen. Aan dit boek, geschreven door Wim Hofman, werd de gouden penseel toegekend voor het hoge pijl van de ook door hem gemaakte illustraties. Hij zegt erover: je moet dus eigenlijk met je boek, tenminste dat wil ik, de fantasie van een kind stimuleren. Dus die illustratie mag in ieder geval geen staal in de weg worden voor die fantasie van het kind. En een kind zegt over illustraties in een boek: nou, als een schrijver of een schrijver het goed vertelt, dan hoeft het niet. Maar als het een beetje slecht is, dan moet het wel. Met het allesbehalve fraai gepresenteerde boek Kruistocht in Spijkerbroek mikt de schrijfster Thea Beckman op de al wat oudere kinderen. Ze had wat moeilijkheden met de gouden griffel voor het beste jeugdboek. Haar ideeën over aard en inhoud van kinderboeken bracht ze op de boekenmarkt als volgt onder woorden. Het aardige van jeugdliteratuur is dat het zo positief mag zijn. Wat je in de moderne literatuur niet meer terugvindt en in kinderboeken wel. Het is ook erg hoopvol dat kinderen nog alles van het leven verwachten.